Amsterdam is hier Mirik Milan en César Bas, de initiatief nemen van een applaus voor Eberhard. Kan je uitleggen, César, waarom dat initiatief? Ja, na het zien van deze beelden, die beelden spreken volgens mij voor zoveel woorden. Gisteren, net zoals heel veel mensen, heb ik de brief voorbij zien komen. En die laatste paar woorden. Vergeet niet, geef om de stad en om elkaar. Mm. En vooral het laatste woord, vaarwel. Dat ging zo erg door merg en been. Ik heb eigenlijk nog nooit een woord gezien of een tekst gezien die mij zo erg geraakt heeft. En meteen ging eigenlijk de knop om. Van wat rot eigenlijk, wat een rotziekte. Wat vervelend dat op deze manier moet gaan. Zoals iedereen eigenlijk wel had. En ik zat meteen in de gedachte, hoe kunnen we daarvoor zorgen als Amsterdammers? Dat we voor deze bijzondere man iets terug doen. Een eerbetoon. Een gebaar maken voor zo'n belangrijke Amsterdammer. En van het een kwam het ander. Toen hebben we gewoon met een aantal vrienden het idee online gegooid. We dachten, als we daar met 50 man staan is dat en veel. Klappen, dan is het veel en dan is het prima. Weet je, dan hebben we dat gebaar gemaakt en meer hoeven we niet. En heel gauw bleek dat eigenlijk, half Amsterdam is misschien wel veel, maar een heleboel Amsterdammers dat met ons deden. En dat wel... Je hebt een oproep gedaan op Facebook. Ja. Hoeveel mensen hebben daarop gereageerd? Ja, dat is bizar, Humberto. Dat zijn echt, het begon met 15, 30 man, zeg maar, in het eigen kringetje. En dat werd al heel gauw een stuk of 8000. Dat is bizar, ja. Dat zegt wel heel veel over deze man, denk ik. Maar 8000 mensen op de Herengracht morgen, dat is... Nou ja, het heeft, ja, aan de ene kant heeft het iets heel moois. Ja. Aan de andere kant denk ik ook, ik weet hoe jullie daarover denken... Aan de andere kant denk je ook van, ja, wacht even, maar hij heeft gewoon zijn functies neergelegd. Hij is er natuurlijk nog gewoon gelukkig. Ja. Heeft het ook iets van een ongepast afscheid? Of is het juist... Weet je, dat kan ook meespelen, hè? Ik heb heel veel reacties voorbij zien komen. Mm. Heel veel mensen die het raakt... Die vinden dat dit ook een manier is om dat gevoel wat zij ook hebben, blijkbaar. Het gevoel om iets terug te doen. Om te laten zien hoe dankbaar wij hem zijn. Hoe erg wij hem waarderen. Om dat te laten zien. En blijkbaar kan dat... Het is ook bij mij in een onbewustzijn gebeurd. Blijkbaar gebeurt dat heel erg in een applaus. Een applaus is een vorm om te laten zien dat iemand toch heel veel betekent. Want je ziet het bij concerten en theaterstukken, als die heel goed zijn. Dan staan de ovatie, applaudisseren, een minuut te lang het liefst. Maar ik kreeg ook echt reacties van mensen die zeggen, is het niet ongepast? Mm. En je kunt daar natuurlijk heel lang over discussiëren. Feit is, de man leeft. Het moet ook absoluut geen memorial zijn. Verre van. Het moet een eerbetoon zijn. Hij hoort het en het komt uit een goed hart. Exact. Dat is wat je eigenlijk zegt. Ja. Mirik, als jij als nachtburgemeester kijkt naar deze burgemeester... wat hij voor de stad betekend heeft. En ook de reacties op het neerleggen van zijn functies. Ja. Hoe ervaar je dat? Ik denk dat het een heel mooi gebaar is. Ik ken Van der Laan echt als iemand die met iedereen kan levelen. En die met iedereen praat. Maar die ook je zeg maar, met een open vizier benadert. En die, geef eens een voorbeeld. Met een open vizier benadert door op het moment dat je met een voorstel komt... en hij vindt het goed, dan luistert hij naar je. En wat je echt van der Laan op aan kan... is dat op het moment dat hij zegt van dit gaan we regelen... dan weet je dat het gebeurt. Maar kom je met een flutverhaal, dan is het ook van goh, leuk... He, die belang is, dat is niet het grotere belang. Dat is niet het belang van de stad. Dan hoef je daar ook niet mee aan te komen. Ja, dan geeft hij ook meteen nullen protest. Dan is het ook gewoon duidelijk. En ik spreek gewoon vanuit het nachtleven. Van der Laan heeft ontzettend veel gedaan voor het nachtleven van Amsterdam. Heeft altijd gezegd, ik wil altijd op zoek gaan naar de balans. Hoe zorgen we dat aan de ene kant het nachtleven beter wordt... maar aan de andere kant ook de belangen zeg maar, van de bewoners gediend worden. En ik denk dat zo doet hij dat met alles. Ja. Hmm. En dat hij zoveel impact maakt. Dat hij zoveel Amsterdammers direct zeggen van... ik wil wat doen, want wij hebben toen de zomergastenuitzending... hebben we eigenlijk hetzelfde gedaan samen met een vriendin van mij. En hebben we dat online gezet. En daar kwam zo'nzelfde reactie op. En er waren... Heel veel mensen, waren 500 man, denk evenveel mensen hadden zich aangemeld. En er waren 500 man en die liepen daar naar binnen. En die waren trots, die waren blij dat ze wat konden doen. Hmm. En die waren ook blij dat we dat voor hem en voor hun deden.